Oké, let's start it. Met de financiën. Nou, ik ram hem heel snel door. We staan op 906 plus 113, dus staan we net boven de 1000. Oké. Lekker. De CEO. Ja. Ja. Vandaag gaan Jamal en ik eigenlijk iedereen onder één kopje duwen in Excel. En dan de boekhouder komt ook vandaag. 8 juni toch? Vandaag? Oh, 8. Dat is morgen. Sorry. Nee, dat is overmorgen. Overmorgen, oké. Goed, we gaan de Excel-bestanden samenvoegen en dan gaan we vandaag nog samen met Jesse en Bas even zitten. Hoe we wat. Top. Klinkt goed. Ja. Maar wat doen we dan vandaag? Want we hebben natuurlijk de laatste keer in Centraal besproken dat als er vandaag meer duidelijkheid is, dat we dan vanaf vandaag wat nieuws gaan introduceren. Ja, maar we moeten eerst gaan zitten. We hebben afgesproken naar de markt. Ja, en ik had eigenlijk wel verwacht dat we er beter voor zouden staan na de markt. We staan nu plus 1000. Het spel. Nee, ja. Meer. Dat is wel weinig, eigenlijk. Oké. Dus, conclusie. Het lijkt me verstandig om... wanneer komt die boekhouder? De 8e. Donderdag. Dat we eerst even met de boekhouder gaan zitten. En dan kijken we wel wat we gaan doen eigenlijk. Oké. Lijkt mij het beste. Dus de conclusie is dat we met het hele nieuwe structuur nog even wachten tot de boekhouder is gekomen om te kijken wat het beste is. Oké. Ga nu maar gewoon het hem van de lijf vragen. Oké, duidelijk. Dan weet iedereen dat, denk ik. Ja, dus ik hou gewoon de CEO bij. En, ja, en wat het natuurlijk ook is, we wilden natuurlijk de 10% winstuitkering gaan doen. Maar als je zeg maar belasting betaalt over je inkopen van 33, 66 of 100. En je krijgt maar 10% uitgekeerd, ja. Dan lever je dus eigenlijk op in. Mm-hmm. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus daar moeten we nog eventjes over nadenken. Oké. Zijn hier nog vragen over? Nee? Oké, dan denk ik dat we daar op terugkomen in het volgende Centraal, toch? Ja. Laten we dan doorgaan naar de markt. Ik denk dat we ook eventjes nog... moeten we het nog over gisteren hebben? Of? Ja, zeker. We hebben gisteren natuurlijk al heel veel besproken. Trouwens, de laatste keer dat ik ook begin over de markt. Nou, maar, ja, nee, we hebben gisteren natuurlijk al heel veel besproken, dus er zijn heel veel mooie dingen gezegd. Ik had nog wel even, kijkend naar de dag, waren vooral met de opstarten waren een aantal problemen. Er was zaterdag duidelijk aangegeven wie wat moest doen. We zouden 7:30 opstaan en om 9:00 starten. 9:00 was nog niet iedereen klaar om te starten en sommige mensen moest ik nog uit bed halen. Ja, dat is natuurlijk niet oké, want er is natuurlijk niet zo'n planning gemaakt en er is genoeg te doen voordat alle standhouders komen. Ja. Dus je krijgt een beetje een scheef beeld als de een al vanaf 9:00 kaart aan het rennen is tot en met 12:00. En de ander moet zichzelf nog eenmaal klaar gaan maken en nog niet zo heel erg productief is. Dus dat is een jammer, dus neem dat mee voor de volgende keer. Zorg gewoon dat als je zegt van 9:00 starten, dat we ook echt met z'n allen 9:00 starten. Want dan ben je op tijd klaar en dan heb je alsnog daarna de tijd om jezelf te make-uppen of te... klaar te stomen of wat dan ook. Maar dan is niet voor alles wel klaar voordat alle standhouders er zijn. Dan is het zo dat een aantal standhouders opviel. Dat in dit geval was dan Jesse het een tijdje op het dakterras zat. Weet je, het maakt verder niet heel erg uit, want ik heb je ook genoeg wel bij de stand gezien. Ja. Nee, precies. Heb ik het van boven wel in de gaten gehouden? Ja, alleen, kijk, het maakt mij per definitie niet heel erg uit, maar er zijn meerdere standhouders die het wel opvalt. Ja. Dus ja, weet je, neem dat eventjes mee voor de volgende keer en probeer ook een beetje ruimte te creëren, maar voor andere mensen. Meer voor jezelf, niet zozeer voor wat de standhouders opvielen. En dan is het zo dat we gisteravond voldaan waren. Buiten zijn in ieder geval de kleding... accessoires, alles is naar binnen gehaald. Maar de rest moet ook nog opgeruimd worden dadelijk. Gisteravond heb ik met Bo nog de keuken. Die was al ruimschoots opgeruimd, maar die is nog verder. Hebben die zo gedaan dat de keuken in ieder geval opgeruimd is. Maar de tafels moeten vandaag nog naar binnen. Troep moet van het buitenterrein af. De spullen moeten weer netjes. Het kantoor is één grote rotzooi.
Dus het is goed als we gewoon straks wel met z'n allen gewoon even opruimen. En met z'n allen bedoel ik ook echt met z'n allen. Mm. Zodat we gewoon op tijd klaar zijn en iedereen ook weer zijn eigen ding kan doen vandaag. Ja, want dan is de markt ook gewoon netjes afgesloten. Goeie. Yes. Oké, okay, nou ik wou er wel even ook op reageren als het mag. Gewoon inhoudelijk op de markt. Ik stond natuurlijk voor het eerst buiten bij mijn atelier met spullen die mensen zeggen, die waren nog niet bewerkt. Ze konden dan een t-shirt, broek of trui uitkiezen en ik kon ze bewerken waar ze bij staan. En dat was echt een succes. Druk. Het was echt onwijs druk. En ik heb heel vaak nee moeten verkopen, omdat naar aanleiding van de structuur en zo dacht ik, ga eerst alles wat nu van de BV is, ga ik uitverkopen. Maar ik denk dat het voor de volgende markt gewoon heel belangrijk is dat ik een aantal shirts, broeken en trui op voorraad heb. Omdat het gewoon goed liep en mensen het heel erg leuk vinden om te zien hoe het gedaan wordt. En dat ze de kleurtjes zelf kunnen kiezen. Het is eigenlijk heel simpel, maar superleuk. Dus ik wilde heel graag aangeven dat ik daar de volgende markt gewoon weer wil staan. Ja, goeie. Ja, top. Ja. Nou, dan wil ik er wel op inhaken. Tijdens de markt hebben we wat nieuwe dingen uitgeprobeerd. Nou, dat is Billy bij de dingen met atelier. Wij stonden samen bij de pannenkoeken en de luifel is natuurlijk weer opgestart. En die is super goed gegaan. Dus we hebben eventjes iets gemaakt. Voor degene die denk ik wel echt een complimentje verdient. En dat is Jacco. Nou. Ja, jij kwam natuurlijk bij de bonus, stond je wat onderaan. En toen zei ik laatst tegen jou van, nou, hè, dat wordt misschien niet helemaal gezien. Ik zeg ook door mij, dus ik vind gewoon dat je zoiets verdient. Ja, super lief. Vind ik echt leuk. Die gaat boven mijn bed. Initiatief, omzet tijdens de markt. Positieve tijden, motivatie en enthousiasme. Dat heb je echt de afgelopen dagen super goed. No. Ja. Jackie! Oh, heb je echt dik verdiend. Van wie is het weer? Dat paard gaat met hier. Van de een. Dat is een echte. Is van de Peking Eend. Echt verdiend, Jack. Ja. Goed gedaan, serieus. Alles in je eentje, echt knap. Ja. Nou. Ja, goed man. Dankjewel. Ja, waren er nog meer dingen die... Ja, ik heb nog wel wat. Ja, oh nee. Ja, mijn ervaring voor de volgende markt is in ieder geval, ik weet niet of anderen dat ook opvalt. Alles onder de 50 euro verkoop ik eigenlijk echt heel erg makkelijk. Met name de shirts. Dus ik ga zorgen dat ik van shirts... Ja, dat, ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat ik gewoon volgende markt neer ga leggen. Is gewoon echt een stuk of 60, 70 verschillende shirts. En, of tenminste verschillende maten en kleuren. Want die waren 35 euro en die waren echt na 3 uur of zo al uitverkocht. Ja. Oké. Dat is een hele... Ruim zat ook een vinger. Dat is gewoon geld wat je makkelijk uitgeeft, ja. 35 euro. Dat zo'n pak 100 euro, dat is toch weer net eventjes wat anders. Ja. Robin. Nee, ja. Ik had het al wel een paar keer gezegd gisteren, maar ik wil natuurlijk wel aangeven dat ik... Ik heb nu 1 keer foto's gedaan. Ik denk, ik ga het een keer proberen, want het is echt heel erg hard werken. Ik dacht, nou, ik ga je foto's maken, maar er wordt aan alle kanten heen getrokken. Dus echt respect voor de dames. Dus bij deze wil ik wel aangeven dat ik wel weer gewoon achter de bar wil de volgende keer. Dus dat zou ik wel heel erg fijn vinden als we daar... ik wil het toch voor de zekerheid even aangeven. God! Ruud heeft een keer gekocht. Maar dus dat, ja, dus dat. Nou, Damien en ik gaan vandaag Edith bellen. Ja, om te vragen of zij volgende markt foto's kan doen. Ja. Ja. Unieke foto's, zodat Damien en ik dan bij Waas Beach kunnen staan. Ja. Of ergens anders, maar in ieder geval wel samen. Want het zijn wel vaak mensen die ons samen willen spreken. Anders moeten we ergens weg. Ja, dat merkte ik gisteren ook met de foto's, dat ze heel vaak met jullie samen waren. Ja, dus dan beste Waas Beach, denk ik. Ja, want we hadden gisteren natuurlijk al het een en ander daarover besproken. Dus jullie contacten dan Edith en Bernard. En ik ga vandaag alle vrijwilligers gaan datum plannen. Die bespreek ik eventjes onderling. Laat ik eventjes kijken of dat kan. En dan gaan we eventjes een datum plannen om de vrijwilligers hier naartoe te laten komen vanavond. Dat vind ik een hele goeie. Oké, hebben we nog meer dingen over de markt? Hebben we al dingen over de nieuwe marktboom? Vandaag gaan Kevin en ik even samen zitten en dan gaan we de eerste lijnen uitzetten voor de Hippie Markt op 16 juli. Oh, daar heb ik echt zin in. Ja. Is er nog wel kaart verkocht? Ja? Jazeker. Ja, zelfs vanaf gisteravond staat het online. Ik heb je gezien, Jamal. De kaartverkoop. Oké, Jamal? Ik weet niet of het meeste van jullie opgevallen is, maar de laatste shift vind ik altijd best wel dood op de markt. Dus dat is misschien omdat het te laat is. De laatste shift, omdat de mensen dan, meestal gaan alle mensen toch al rond 5 uur naar huis toe. Is misschien een idee om de markt gewoon van 11 tot 5 te doen. Nee, de aankomende markt van 11 tot 6.
Dat betekent dat de shift ook om half, de laatste shift is om 3:30. Dat betekent dat mensen ook 2,5 uur hebben om op het terrein te komen. Okay. Waardoor ze dus meer speling hebben. Oh, ja. We zijn toen van de winter, volgens mij vanaf november of zo, zijn we teruggegaan naar van 12 tot 6. Puur zeg maar ook vanwege de kou en het weer. Maar inderdaad, want op de laatste shift worden over het algemeen heel weinig kaarten verkocht. Maar nu de komende maanden kan dat weer gewoon van 11 tot 6. Waardoor mensen de laatste shift 3:30 en dan hebben ze gewoon 2,5 uur op terrein. Okay. En dan is het ook goed en het is dan belangrijk dat we ook het entertainmentprogramma, of in ieder geval Bo en Chip, het entertainmentprogramma daarop aanpassen. Dat, dat er ook dan genoeg te doen is nog na die tijd. Ja. Ja. Want dat is ook wel belangrijk voor de mensen die er dan zijn, dat ze ook wel gewoon wat extra's meekrijgen. Dus daar is ook aan gedacht. Top. Ja. Baasje. Is de vinyl DJ al geregeld? Er is nog niks geregeld. Nee, zou ik zeker doen. Ja. Ja, Jamal? En ik zou ook iets met kinderen gaan doen, zo even een grasveldje, een spelletje met een bal of iets ergens, een utopia neerzet. Ik denk dat dat ook voor de ouders ook leuk is. Het is gewoon dat je meer activiteit voor de kinderen eromheen gaat plannen. Ik kwam een kindje met toe. Wat is er met je stem gebeurd? Ja, ik weet niet hoe mijn stem is. Echt? Ben je in een nacht volwassen geworden? Kom door een megafoon. Ja, daar hoef je niet doorheen te schreeuwen. Nee. Dan staat hij aan de weg, staat hij uit. Ja, ik ga mijn harde zetten voor het aan, ja. Nee, maar activiteit voor kinderen is hartstikke leuk. Alleen ik hoop dat we, ik denk dat we een 100% markt gaan halen. Ja. En dat alle mensen nodig zijn op hun plekken. Ja. En voor kinderen is het echt al genoeg om hier te zijn. Die kijken echt hun ogen uit. Ja, die vinden het echt leuk. Yeah. Okay. Sorry, want anders zitten we dingen te beloven die we niet maar het is gewoon iets mee te nemen, toch? Ja. Wat zeg je? Nu hebben die kinderen alleen op de trampoline, zeg maar. En ouders niet vragen ogen. Ouders vragen het wel aan mij, zeg maar. Is er nog iets voor de kinderen hier te doen? Dus zo'n bedje of zoiets, voetballetje neerleggen. Ja, er lag bij Basisbeetje lag twee voetballen, bedjes, tennissen. Daarbij. Die lag wel dicht. Huh? Die zaten nog dicht. Oh ja, maar die ja. Uiteindelijk gewoon daar neergelegd. Iemand, mag ik ze wel openmaken? Oh, serieus. Oh ja. Gewoon, ja, dat trekt iemand wel open. Maar en, ja, goed, in ieder geval ze lagen er wel. En wat we vorige keer natuurlijk hadden. Vorige keer hadden we natuurlijk Betsy de Clown. En dat is natuurlijk iemand waar wij hoeven niet erom te kijken. Die kinderen hebben een hele grote beleving. Dus dat is wel iets bijvoorbeeld wat natuurlijk heel interessant is. Om gewoon iemand van buitenaf te huren. Kun je het beste ook bij Baas Beats neerzetten? Nee, echt niet. Jeroen. Nee, die clown komt niet bij Baas Beach. Wat een naam op Betsy. Dus ze komt sowieso niet bij Baas Beach. Maar dat zijn dingen die wel gewoon mee kunnen worden genomen. Want dat kost ons verder geen tijd. Alleen en dan is het voor kinderen fantastisch als zoiets er rondloopt. Ja. Goeie. Oké, okay, nou, goeie om mee te doen. Ik denk dat 3,5 mei voor de spinkvoer. Om te weten. Nee. Hebben we nog meer voor de nieuwe hippie-markt of iets wat we moeten bespreken van de afgelopen markt? Adilia, hoe vond je het? Leuk? Ja? Ja. Goed zo. Ja. Goed zo, goed te horen. En ze hebben het heel goed gedaan ook. Ja, echt. Veel pannenkoeken gemaakt. Ja? Ja, heel veel pannenkoeken verkocht. En hoe vonden we... Maar ik neem aan dat, zeg maar, dan jij en Bo... daar gewoon zorgen voor één grote banketbakkerij, of niet, voor de volgende markt? Een soort van, ja. Ja? Nice. Lekker. Ja. Nice. Goeie. Volgende keer ga ik ook meer bakken. Ik wilde dit keer gewoon eventjes laten proeven. Mm-hmm. Maar ik ga volgende keer gewoon samen met Bof... Ik ga wel veel meer maken, is leuk, toch? Ja. Ja? Ja. Ja, voor de volgende markt moeten we sowieso even kijken. Omdat Kevin, die was natuurlijk altijd de runner. Ja. Overal, dus ja, het kan zijn dat we daar iets in moeten schuiven. Maar daar komen we nog terug. Ja. Oké. Okay. Zullen we dan... heeft er nog iemand wat over de markt? Sorry. Nee? Was leuk. Zullen we dan doorgaan naar het volgende evenement, namelijk de Lip Sync Battle? Yay! Ja, dat was echt lachen gisteren, die preview. Ik heb 6 kaartjes verkocht. Oh? Ja. Wij, sorry, wij hebben... Heb je de 6 verkocht? Oh, dag. Oh. Wij met z'n drieën. Ja, ja, ja. En mensen vonden het wel leuk en dat was natuurlijk een klein stukje. We gaan natuurlijk... voor de echte voor het echte evenement wel harder iets heel groot voor maken. Ja. Vind je het eng? Nou, ik vond het gisteren. Gisteren vond ik het wel eng hoor, want wij stonden daar in het begin. Toen dacht ik, wow, wat veel mensen. Dat was de eerste keer dat we, volgens mij de eerste shift toch? Ja. De tweede shift of zo. Toen dacht ik echt, oh god, we moeten wel die avond worden als we daar op het podium staan. Ja, maar dat. Maar was wel heel leuk. Ja. Maar de eerste keer ging niet zo heel goed of zo. We hadden ook een nummer vergeten, maar dat maakt allemaal niet uit, want het is hartstikke leuk. Ja, kan gebeuren. En zijn er voor de rest nog dingen organisatorisch die er nog moeten gebeuren? Of waar jullie tegenaan lopen? Of ja, juist heel goed gaan? Nou, ik zat te denken dus, daar zit ik al een tijdje over na te denken. Het podium,
hadden we eigenlijk in ons hoofd dat we dan dat plateau gaan neerzetten. Mm-hmm. Zeg maar zo. Maar ja, want volgens mij kost het ook weer geld om een podium aan te schuiven. Misschien hebben mensen nog een goed idee om het goed neer te zetten om daar de hele avond... Willen jullie het graag op een verhoging? Ja, liefst wel. Hè? Dat we dan in ieder geval... Ja. Ja, en we dachten misschien aan buiten. Ja, als het echt warm is inderdaad buiten. Vind ik een hele goeie om over na te denken. Ja. Bij theater. Want omdat vorige keer met Dance With Me gingen mensen ook steeds naar buiten. Ja. Zo. Ja. Is het gewoon lekker om lekker buiten te zitten. En dan, ja, vind ik een hele goeie. Maar we moeten zeker weten dat het niet gaat regenen. Ja. Juist. Maar dat zou ik gewoon weer in de gaten houden. Ja, je moet het weer in de gaten houden, ja. Maar voor de rest is het echt goed. En kaartverkoop gaat ook echt supergoed. Ja. Okay. We staan op 23% volgens mij nu. Dat is 23%. Dus we hebben nog een tijdje, dus... Klinkt maar goed. Het is wel leuk als ook Utopianen af en toe gaan oefenen. Dat zou echt wel ook wel... Brood nodig, ja. En ook voor jezelf, hè, want ik denk iedereen die meedoet dat hij wel wil winnen. En als je niet gaat oefenen, ga je ook niet winnen. Nee. Ja, maar ik ben een natural, dus ik kan dit gewoon. Ik heb de mensen die hulp nodig hadden, ik heb wel gewoon leuke ideeën. Dus, ja, ik heb echt leuke dingen hulp nodig. Bodie zei al dat ze deze week... sowieso met me aan de slag wilde. Bill gaf het van de week, toen hebben we nog niet gedaan, maar dat voor René hetzelfde. Voor Chip heb ik natuurlijk ook het een en ander leuks in mijn hoofd. Kaartje heb ik al meegenomen, podium op. Met de meiden heb ik het een en ander al doorgenomen. Dus tof. Het is nog maar 2,5 weken. Dus ik zou inderdaad wel echt gaan beginnen. Ja. Het is wel echt heel erg tof om te doen. Ja, maar ik heb een top choreograaf. Het lijkt lang. Zeker, maar je moet hem zelf uitvoeren. Ja, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat er wel echt iets leuks wordt neergezet. Ook voor de mensen. Dus daar moeten we ook met z'n allen even een beetje aan te gaan trekken. Yes? Heeft iedereen zijn inleg al betaald? Dat heeft René als het goed is allemaal apart gezet. Het zak gaat af. Ja. Dat kan. Ja? Kan het? Ja. Oké. Okay. Dus we hebben nog meer over. Dat wordt hard. I'm broke. Nee, vriend. I'm broke. Edith wil misschien meedoen. Ja. Ja, en ze wil sowieso foto's maken. Ja. Oh, nou, ze komt sowieso. Oké, tof. Ze dacht wel dat ze met z'n tweeën mocht zijn. Nee, je moet alleen. Ja, oh, een beetje eng, dus. Het is wel met Bernard. Het zou wel leuk zijn. Ja, maar dat doet Edith wel. Ja, dat doet Edith echt. Ja joh, die wou het heel graag. Als we haar vanavond straks wel een vraag goed helpen. Ja, goeie. Ja. Als je mag alleen foto's komen maken als je meedoet met de lipsync. Ja. Goeie. Nee, dat komt helemaal goed, wordt hartstikke leuk. En, 23 juni lipsync battle. Hartstikke goeie. Oké, dan gaan we naar het evenement. En dat is 30 juni de Amerika-avond. Hoe gaat het daarmee? Redelijk. Ik heb wel eventjes gezocht voor een schiettent, maar ik kreeg niet echt iets dergelijks gevonden. Want het zijn allemaal hele kleine schiettentjes en ik wil echt gewoon zo'n... gigantische, waar je allemaal knuffels en zo kan. Okay, ik weet niet of iemand daar misschien iets meer... Ja, Kevin heeft daar wel contacten voor. We kunnen wel even kijken met die Rodeo-man of hij niet precies iets weet. Maar eerst ook, oh, die heeft ook die stier? Nou, dan moeten we... Ja, dan dat is normaal ideaal. Maar ik zat eigenlijk meer... Vroeg ik me ook af, hoe is het met kaartverkoop? Trekt het aan? Is het zichtbaar? We hebben nog maar net... hoe lang staat het op de site nou? 3 dagen of zo? Maar hoeveel kaarten zijn nu verkocht? Hoeveel kaarten zijn er verkocht? Weet ik eigenlijk niet. 2. Okay. Ik heb het niet gekeken. Ja, ik vanochtend stond er 2. Oké. Okay. Ja, gisteravond 2 verkocht. Oké. Okay. We daar een, net zoals we dat ook bij de lip sync battle natuurlijk hebben afgesproken, moeten we daar een deadline voor maken? Voor als het gewoon niet aantrekt dat we... Oké. Okay. Ik denk dat het wel handig is om te doen voordat we allemaal kosten gaan maken en dingen af gaan spreken en het niet door kan gaan. Ik wil helemaal niet negatief zijn, maar ik denk wel dat het gewoon goed is in elke begroting om dat mee te nemen wanneer je break-even hebt en wanneer niet. Ja. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is dat dat vandaag of morgen wel eventjes... Nee, sowieso vandaag. Vandaag, even gedaan. Ja, ik zou zeggen de 20e of zo dan, als deadline. Of is het te laat? Ja, ik zou eerst even gaan kijken met je begroting. Ik weet niet of je die... Ja, inderdaad, zelfs daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar tot nu toe kost het nog niks, zeg maar. Omdat we echt gewoon mensen hebben benaderd, ook met Amerikaanse auto's die gewoon eigenlijk voor niks willen komen staan. Gewoon ook om een leuke dag te hebben, zeg maar, of een leuke avond te hebben. Mm-hmm. En qua entertainment zijn we nog niet echt erachteraan gegaan, zeg maar. Maar wat ga je doen om de avond om de dag invulling te geven? Welke dingen ga je proberen te regelen? Nou, wat ga je doen om... Zeg maar daar zou je mee kunnen afspreken dat de opbrengst daarvan, dat we daar een percentage van krijgen of zo, dat de rest naar hem gaat. Dus dat hoeft in principe niet veel te kosten. Hetzelfde met zo'n rodeo, daar kun je ook een afspraak over maken. Dus op die manier, als je zo met al die... moet ik dat zeggen? Ja, attracties. Ja, attracties om het zo maar te zeggen. Als je dat zo afspreekt, zeg maar, dan kost het eigenlijk nog niks. Dus dan hebben we wat meer budget over om misschien een, zo'n lookalike Elvis te laten komen of zo. Of weet ik veel wat. Dus, maar dan moeten we nog eventjes kijken. Oké, ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind het allemaal nog heel erg... onduidelijk. Onduidelijk en heel erg zweven. Dus ik denk dat je echt vandaag moet gaan zitten, concreet. Wat heb je aangeschreven? Wat hoor je? Want...
Ja, in principe, ik denk niet dat we dat kunnen leiden. In principe gaat het niks kosten. We moeten zeker weten of het dus iets gaat kosten. Want we zitten niet in de positie om te kunnen zeggen van... nou, en als het wel wat kost, ja jammer dan. Dat kan dus niet. Dus ik denk dat het, ik weet niet hoe anderen daarover denken... ik denk dat het heel belangrijk is dat als we evenementen gaan organiseren... op korte termijn, om het even zo te zeggen, dat we daarachter aangaan. Dat we weten wat het kost en dat we met z'n allen kunnen afspreken... of het wel of niet kan doen, of het rendabel is, ja of nee. Ja. En dat kan niet met dus dat moet echt wel gewoon bam, liggen, kan wel, kan niet. Dus okay. Dat is mijn voorstel, ga vandaag even achteraan. Ja. En bellen. Ja, we wachten inderdaad nog wel op wat mailtjes en reacties. Ja, maar ik zou gewoon lekker bellen, actief. Ja. Het is alleen wel tweede Pinksterdag vandaag. Oh ja, dat is een beetje gek. Ja. Beetje raar. Ja, oké. Okay. Oh. Maar komt daar donderdag meer over? Ja, ja, denk ik wel. Dat je inderdaad donderdag gewoon even kijkt wat je kan hebben. Goeie. Oké. Okay. Dan was dat de Amerikaavond. 16 juli, nou, Hippie Markt hebben we natuurlijk al even over gehad. Ja, daar gaan we vandaag mee starten. Oké, okay, clear. En dan 22 juli vind ik echt heel erg leuk, want dan ben ik hier namelijk een jaar. Oh, ik dacht niet meer. Jawel. Sorry, helaas wel. Ik ben er nog helaas. Steeds. Ja, nog steeds. Nee, jongens. Maar dat, echt leuk. Dat wordt echt heel leuk. Ik ben bezig met best wel veel artiesten. Als het er nu in uitziet, zijn het er al een stuk of 5. Ja, dat is echt tof. En dat is ook misschien Dave Dekker. Ik weet niet of hij kan, maar daar ben ik allemaal mee bezig. Leuk. Maar echt gewoon dat gezellige, weet je wel. Dat gaan we vanaf buiten doen, vanaf het bovenpodium. Ja, tof. En dat is gewoon echt entertainment ten top, wat we al heel lang niet hebben gehad. Ja, echt leuk. En een release party komt dan. Staat er niet voor de single. Oh, ik mag goed. En die, maar goed, dat staat er niet op de poster. Dat doe ik zo meteen in één keer als de artiesten bekend zijn. Dan klap ik het er allemaal op. Dus, ja, lekker bezig, Jack. Echt tof. Dus, doe je echt goed. Ja, echt ik vind leuk. Het ook een hele leuke. Ja, lach man. Ja, je bent echt topper. Jij vindt niet echt een pluim. Jij vindt niet echt een pluim. Lekker hoor. Goed veel evenementen. Oké, okay, dat waren denk ik evenementen. Dan gaan we denk ik door naar, wat hebben we nog meer? Merchandise. Al die kippen zag Kali hier. Merchandise. Heeft iemand iets over merchandise? Nee, ik niet. Ja. Ja. Ik ga straks bestellen bij de leverancier. En ik hoorde dat Karin nog wat in moet zetten. Ik weet niet of Billen nog wat in moet zetten. Chip. Nee, jullie misschien. Kevin, ja. Iedereen die wat wil bestellen, zorgt dat er voor 12 uur in staat. Staat er niet voor 12 uur in, heb je pech. Ja, hele goeie. Dat moet voor 12 uur worden. Bam! Wat? Voor 12 uur. Ja, jij mag wat langer. Oh. Ja, ja. Kaartje. Doet het langer met computers. wat ik wou ik nou ook weer. Ja, ik wil graag een andere leverancier voor truien. Want ik heb vandaag weer de graffiti trui online gezet. Want die ging gisteren ook gewoon goed. Dus die is weer verkrijgbaar. En dan niet alleen standaard in het zwart, maar je kunt zelf een kleur kiezen die je op de trui wil. Dus dan kun je een mailtje sturen naar ons met de kleur spuitbus die je wil. Dus dat staat nu weer op de CEO. Of op onze webshop, sorry. En ik heb de opstuurfabriek heb ik aangepast. Want wat ik gisteren merkte is dat de truien, broeken, joggingbroeken en t-shirts heel erg hard lopen. Dus mocht je thuis een oud t-shirt hebben of een leuk t-shirt wat je een beetje saai vindt. Of een trui of een broek of een jeans. Dan kun je die naar mij opsturen. Kun je een mailtje sturen met welke kleuren je wil. Of je het spetters wil of streepjes. Het maakt allemaal niet uit. En die kun je dan naar mij opsturen. Die maak ik en dan stuur ik het terug. Die staat ook weer op de webshop. Dus ik wil heel even kijken of we een andere leverancier kunnen krijgen voor truien. Want ik weet niet wat bij de Eur was qua inkoop, maar daar ga ik vandaag even achteraan. Duur. Ja. Want die ene duurde gewoon echt te lang. En dat kan ik niet naar mijn klanten, kan ik dat niet letterlijk verkopen. Dus daar wil ik even achteraan gaan. Ik heb wel een andere voor je. Ja, top. Vind ik fijn. En ik ben vol bezig met Billie Jeans. Het gaat echt hartstikke goed. En ik wil me daar ook echt hard voor maken, want ik heb het een beetje laten verslonzen en ik zag gisteren gewoon dat het echt een succes is. Dus daar ga ik echt mijn pijlers op richten de aankomende tijd. Ja, ik zin in. Echt zin in. Goed, dus iemand anders nog iets over merchandise? Ja, ik wil graag, als ik kan, vanmiddag met de dames, de tweeling en Romy, wat shooten voor op de website. Gezellig! Is de nieuwe collectie goed gegaan? Ja, ik heb wel wat verkocht daarvan. Ik heb eigenlijk van alles verkocht, van iedereen. En dat vond ik Christen heel erg fijn. Ja, van Jessie, van Kevin, van mezelf, of van ons. Ja, en leuk. Van Bo. En die combinatie, dat was echt... Waanzinnig. Ja. Ik heb zelfs een Billy Bra verkocht.
Ja, echt? Billy Bra. Ja. Ja, maar die zijn ook heel leuk. Ja. Dus het ging gisteren heel goed. Idee. Ja. Deze kettingjes. Ja, die vooral die jullie. Ja. En er staat een nieuw t-shirt online. My sister don't like you. Ja, vind ik een hele goeie. Vind ik zo leuk. Gisteren kreeg ik daar ook echt super veel leuke reacties. Waar heb je die gekocht? Ik wil die ook. Echt? Kan ik die op de markt halen? Ik zei, ja, echt. Had ik nog niet verteld? Nee. Oh. Ik zei, nou, die staat gewoon online op de webshop. Bij Demi Nicrem. Ja, echt leuk. Zonder en bedacht en gemaakt. Ja, nou, niet zonder, maar ja. Opgezocht. Kwam zomaar in ons op. Ja, super leuk. Nee, hartstikke creatief. Is wel zo. Jassie? Ja, we hebben het natuurlijk vorige week gehad. Toen we het hadden over het veranderen van de structuur, ook over bijvoorbeeld de verdienste voor Bill. Mm-hmm. Voor de operatie op 13 september. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie met z'n allen dat ze iets van 40.000 euro winst moest rijden de komende 3 maanden om uiteindelijk die neus te kunnen betalen. Dus ik weet niet of iemand anders voor de rest er nog over na had gedacht. René, zou er nog over nadenken? Ja, we zouden samen even zitten. Oké. Okay. Want het is natuurlijk nog een paar maanden en het is niet echt mijn probleem, maar het is wel gewoon, ja. Anders blijven we het de komende weken er elke keer over hebben. Dus ik heb wel een voorstel. Ik heb er namelijk wel over nagedacht. Wat nou als iedereen per product die hij verkoopt op de webshop 1 euro inlevert? Naar Billy. Ik wil ook al meer inleveren. Nee, maar 1 euro is oké. Okay. Ze moeten er ook zelf wat voor doen. Alleen als we 500 producten in de maand verkopen op de webshop met nog 3 maanden, is dat 1500 euro. Oké, okay, is goed. Dat is wel een goeie. Ik vind het ook goed. Ja, ik vind dat echt een super lief. Echt ontzettend leuk bedacht en lief. Maar kan iedereen zijn hand omhoog doen die het oké okay vindt? Ja. Ik vind het wel oké, okay, maar je houdt er echt zelf heel weinig over. Ja. Wat een goed idee. Met 10%. Ja, we hebben het over 1 euro. Ja. Maar ja, als je... Ik wil het natuurlijk wel, natuurlijk, ik wil Billy graag helpen. Maar ja, als je met 10% gaat werken, hou je zelf wel weinig over. Ja. Maar als je een keer 80 producten in de maand verkoopt, dan is dat 80 euro. Mm-hmm. Dat 1 eurotje. Ja. 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 Dat toch niks. Doe het ja, dat niks. Ik zeg ja, jij krijgt mij alleen maar geld. Ja. Nee, maar super tof. Dan moet ik echt gaan verkopen dan wel, anders kan ik niet eens 1 euro afstaan. Nee, maar we verkopen op een dag. Ja, goed. Ja, ik vind het echt heel fijn. Geeft me een heel goed gevoel. Bijna een beetje bezwaard. Ik vind het echt heel tof. Goed over nagedacht. Thank you. Dankjewel. Allemaal bedankt. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Komt wel die wc schoonmaakt. Ja, je moet ook 1 euro inleveren. Ja. Oh. Nee hoor, maar super tof. Fijn dat het zo kan. En wat Jesse zegt, ik moet er zelf natuurlijk ook wat voor doen. En dat zal ik zeker blijven doen. Ja, want je hebt nu 1100 euro. Iets meer. Ja, dus als we uitgaan van 500 producten per maand ongeveer. Dat kom je dus voor 3 maanden nog op 1500 euro. Zou je op zeg maar... 2600 euro kan, moet je nog 1400 zelf verdienen. Ja, dus dat zou dan ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ja, dat geeft me goede moed. Thanks. Ja. Allemaal. Jee! Plastic chirurgie. Nee. Bouwprojecten. Bouwprojecten. Niks? Nee, niemand is aan bouwen? Oké, okay, goed. Ja, de onderste ruimte. Ja. Ja. Ja, daar moesten we op hebben. Ja. Ja. Vorige week donderdag hebben we het erover gehad, natuurlijk in Centraal. Vorige week donderdag in de middag is Madilia binnengekomen. Allround schoonheidsspecialisten. ik heb eventjes met haar gezeten om te kijken wat het zou gaan kosten om eventueel... Kijk, het is natuurlijk een hele mooie schone ruimte. Om het eventueel om te gaan bouwen tot de ruimte waar ze behandelingen kan gaan geven. Ja, ik heb natuurlijk gezegd, en daar sta ik nog steeds achter, dat we wel met de hele groep moeten gaan kijken... of we het ermee eens zijn. Ja, ik vind het wel een fijne gedachte, omdat ik er vertrouwen in heb. Ten eerste zijn de behandelingen overdag. Ik heb er ook vertrouwen in dat ze gewoon netjes met de ruimte omgaat. En aangezien de BV dat gaat betalen, denk ik dat dat ja, in ons alle belang is dat ze er goed mee omgaat. Maar ja, vindt iedereen het een goed idee? Want dan is het namelijk de volgende stap voor haar om even met de heren van de finance te gaan zitten. En te gaan kijken wat het gaat kosten. Misschien om het in verschillende stappen te doen als het best wel veel gaat kosten. Wat we hebben, ik wil wel eventjes met haar gaan zoeken dan op MP voor bijvoorbeeld een behandelstoel, tweedehands. Ja. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja, het is dus een heel goed idee. Goeie hoor. Ja, ik vind zij direct een goed begin van die ook. Ja. Ja. En ik zei het volgens mij tegen elkaar ook. Ja. Volgens mij zei het ook tegen elkaar direct als ze binnenkomen. Oh, dat kan ze mooi ja. Dus dan kunnen we een plan gaan maken. Ja, lijkt me leuk. Ja, het is ook een mooie ruimte. We hebben natuurlijk eerder meegemaakt dat hier allemaal
nagelspulletjes, beauty spullen waren. En dat stond dan in het Cordwood. En dan binnen no time was de helft weg en moesten we nieuwe voorraad gaan kopen. Op deze deur zit slot. Ja. Ja. Het gaat gewoon op slot. Het is niet voor ons. Ik denk ook niet dat we überhaupt daar binnen utopianen moeten gaan behandelen. Nee. We moeten het gewoon echt professioneel houden en gewoon alleen voor klanten. Ja, vind ik een hele goede. Ja. Want binnen no time, anders blijven de deuren open staan, zijn de potjes verdwenen, moet de buffet weer betalen, want niemand heeft het gedaan. Dus ja, als de spullen komen, dan zorg ik dat er een extra sleutel is. En die geef ik dan aan jou. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Ik ben echt benieuwd. Kun je lekker van start? Yeah. Goed voor elkaar na 4 dagen. Ja. Ja, echt vind ik ook. Nou, ik heb alvast wat op papier gezet, dus qua behandelstoel of wat voor producten waarmee wil ik gaan werken. Alleen nog wat dingen qua financiën, maar goed, daar ga ik het met hun eventjes over hebben. Klinkt goed. Ja, we kunnen ook altijd kijken of we met een merk samen kunnen werken hier. Ja. Mooi deal sluiten. Ja. Ja. Ja, het is wel zo toch? We hebben het podium hier, dus we kunnen altijd kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus krijgen we een eigen beauty salon hier. Wat vet hoor. Dat zouden we eerst haar krijgen, maar... Huh? Ja. Ja, daar is het hoor. Goeie. En we noemen het Ramomies. Ja. Dat was ook al zo'n dag. Succes. Vooral de opening. We geven een opening. We hebben gewoon net weer te kijken toen dat gebeurde. Oh. Dat was 10 mannen en een eigen. Maar Delia heeft ervoor gestudeerd, dus ik heb het daar echt alle vertrouwen in. Ja, zeker weten. Maar Romy had ook een opleiding gedaan, hè? Ja, ook jongens, dus het is me niet allemaal zo te kakken te zitten. Nee, maar geintje. Nee, maar okay. Ik heb ook al gewerkt, dus ik heb al genoeg ervaring om mensen te behandelen. Top. Echt goed. Ja, daarom. En dat het een hele hele mooie grote ruimte ook. Ja, het ziet er ook echt gewoon zo schoon uit en dat vind ik zo fijn. Echt, gewoon een schoonheidssalon is door mij, ik houd het ook heel belangrijk. Ja. Leuk hoor, goed idee. Gaan we voor. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Goeie. Hé, wat is het gezellig, hè? Want we zijn wel lief voor elkaar. Ja, we zijn lekker. Weet je, niet allemaal lekker. Die is gewoon moe. Ja, dat is het. Vanmorgen Demi en ik stonden in de badkamer. Zei, waarom is iedereen zo vrolijk? Iedereen was met elkaar aan het praten en lachen. We dachten, zo. Stemmingen. Oh, dat is doen ze goed. Ja. Nee, maar zijn er nog andere dingetjes? Ben je nog iets vergeten? Als in kopjes? Moeten we nog iets bespreken? Schoonmaak. Oké, ja, goeie. Ja. Ja? Oh, eerst chip. Oké, chip. Nee, maar het gaat niet of schoonmaak. Oh, nee, maar dan mag je eerst. Mag jij eerst? Ja, maar het gaat helemaal los over iets anders. Dan mag je helemaal zelf bedenken. Ja, want ik begreep gisteren dat Peggy waarschijnlijk langs zou komen, maar... Peggy Sue, die komt... Sue. Maar wanneer is dat? Want ik weet niet... 8 juni. Donderdag. 8 juni? Donderdag. 8 juni. Staat in de agenda. Maar zulke dingen, ik weet niet of het dan handig is om zulke dingen dan even iedereen bij elkaar te roepen of zo. Ja. Nou ja, dat was... Want ik hoor het nu zeg maar half elke keer van dan komt diegene wel of dan niet. En nou ja, daarvoor zijn deze centrales dus. Ja, maar het wordt niet gezegd, dus daarom... Nee, maar ik was ook nog niet aan de beurt hiervoor. Ik wil eigenlijk hiermee afsluiten. Ja. Ze komt... 8 juni komt ze langs, samen met Ariane. Oh. Ariane heeft de detox niet kunnen afmaken. Omdat het medisch niet goed met haar ging. Ze waren dus aan het onderzoeken wat het was, konden ze niks vinden. Uiteindelijk hebben ze nu wel wat gevonden, wat het waarschijnlijk is. En 8 juni horen wij daar dus meer over. Duidelijk. Heftig. Oh, oké. Heftig. Ja. Oké. Ja. Ja? Bo? Ja, had iemand anders nog iets? Kopjes schoonmaak dan natuurlijk. De afgelopen dagen zijn we allemaal heel druk geweest met de markt. Dus is misschien hier en daar de schoonmaak wel blijven liggen. Ja, als ik voor mezelf praat, badkamer bijvoorbeeld gisteren niet gedaan. Dus de vraag aan iedereen om het weer eventjes op te pakken vandaag. Ja. Jesse had een vinger. Oh. Ja, doe even op volgorde. Ja, als jullie me af en toe even willen helpen herinneren, want ik ben het de laatste, nadat ik 4e ben geëindigd op de schoonmaakpol, zeg maar. Toen heb ik het helemaal, laten vieren. Ja, het is helemaal kut gegaan daarna. Ik heb volgens mij geen één vuilniszak meer gedaan. En niet omdat ik het niet wil, maar gewoon omdat ik het elke keer vergeet. Ja, het is niet best, maar... Ja. Vee had ook... Als de boodschappen gedaan worden, kunnen er dan handschoentjes ook bij besteld worden? Want dan kunnen we de wc weer doen. Want het is gewoon echt te triest voor woorden, maar het is te vies om zonder handschoentjes te doen. Ja, dat is wel. En dan die handschoentjes gewoon echt alleen voor de schoonmaak. En al bijvoorbeeld andere handschoentjes die Jessie nodig hebt, dat je die ergens anders neerlegt. Want dat is... Ja, sorry, ik ga echt niet de wc schoonmaken zonder handschoentjes. Maar dan kunnen we ook gewoon meer handschoentjes. Ja, toch wat ik zeg, als we meer bestellen, dat jij dan een paar pakt. Ja, ik heb die ook nodig. Dus. Ja. Oh, dankjewel.
Dus dat er gewoon meer besteld wordt en iedereen gewoon zijn eigen handschoenen desnoods bijhoudt. Ja, want ik ga de wc's niet schoonmaken zonder handschoenen. Nee, dat snap ik. Dus ik weet ook niet hoe ik dat nu moet doen, want het is wel echt heel vies. Ja, niet. Ja, nee, maar woensdag komen weer handschoentjes, laten we het gelijk vies. Nee, maar dat is niet oplossing. Ja. Oké. Okay. Maar nou worden er steeds van die kleine pakketjes handschoenen. We hebben dikke handschoenen. Ik denk, hebben de plus. Misschien moeten we even kijken of we gewoon een grote voorraad pakketten kunnen kopen, zodat er voor iedereen gewoon voldoende is. En dan is het qua kosten denk ik ook goedkoper. Ja, dan moeten ze sowieso plastic borden aanschaffen voor jou. Ja, papier. De pannenkoeken. Oké. Okay. En dan moeten we sowieso even bij een grote hand een paar dingen moeten bestellen. Maar Bo, heb je al contact opgenomen met die contactpersoon die ik je had gegeven? Want we hebben hier vaker hele schoonmaakkarren voor 75 euro gehad. Ja. En er zat een helemaal bom vol met ik denk de waarde van 400-500 euro of zo. Ja, dus ik heb er geen verstand van, maar het zag er duur uit. En dat heb ik je al twee keer gevraagd, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat wel handig is. Ja. Ga ik doen. Ja, en groot vuilniszak. Ik wil eigenlijk niet nog een keer over beginnen. Doe het dan niet. Nee. Ja, ik heb het nu al gedaan, hè. Ja. Oké. Nee, dat gaan we niet doen. We nemen gewoon een kleinere vuilnisbak. Ja, hartstikke goed, kopen we toch een vuilnisbak. Ja, wat jij toen zei, Bas. Ja. Oké. Okay. Oh, en ik heb nog iets, ja. We hebben natuurlijk in vorig centraal besproken dat over het scheiden van... afval. Karton, in ieder geval. Daarvoor heb ik contact opgenomen met het bedrijf dat hier de vuilnisbakken levert en leegt en zo. En voor, wat was het ook weer, 9 euro of zo per keer legen. Dus dat is 18,36 euro ex-BTW, dus iets meer dan 40 euro per maand. Staat hier gewoon altijd een karton container. Ja. Ik heb het niet overlegd, ik heb gewoon akkoord gegeven. Ja, vind ik een goeie. Ja. En wanneer wordt die geleverd? Morgen of zo? Ik denk morgen, ja. Of overmorgen, als ze komen legen. Overmorgen, inderdaad. Beter. En kijken. Toen heb ik ook gelijk nog een vraag gesteld. Dat wilde Bas graag weten. Waar we allemaal nog meer aan moesten denken als we afval wilden gaan scheiden. Ja, als iedereen dat echt heel graag wil, dan moeten we even gaan kijken wat daarvoor nodig is. Ik heb daar nog geen reactie op. Ik denk dat ik dat ook morgen krijg. Maar dan moeten we met de groep gaan kijken wat het gaat kosten en hoeveel extra werk we ervoor moeten doen. En vinden we dat het allemaal waard? Dus maar het is misschien beter om met de groep te bepalen. Is het niet zo dat het hier in de buurt toch op één hoop wordt gelaten? Ja, maar ik denk dat als je het laat ophalen en je doet het in verschillende vuilnisbakken, dat het dan wel een ander verhaal is. Ja, want de containers die zijn natuurlijk door een bedrijf, niet door een gemeente. Dus als hier een plastic bak komt... In plaats van bijvoorbeeld die twee rolcontainers, hebben we één rolcontainer, één voor plastic. Ja, ik vind het wel. Dan volgens mij betalen we dan juist minder ervoor. Wow. Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele goeie dat je voor alle dingen gewoon een aparte bak hebt. Dat is ook vooral voor ons volgens mij veel handiger. Maar betekent dat dan ook dat we drie vuilnisbakken daar moeten hebben? Ja, dat zou kunnen. Ja. En dat mijn werk dan verdubbelt van 2 naar 4 vuilnisbakken? Okay. Maar het zijn wel kleinere zakken, dus minder inspanning. ik weet niet. Minder inspanning. Ja, we horen het dan. Ja. Oké. Okay. Hebben we nog meer wat we moeten bespreken? Gaan we nu naar het centraal met z'n allen opruimen? Is dat de afspraak, Kev? Ja, laten we eerst even zorgen dat alle marktgerelateerde dingen zijn opgeruimd. Okay. En terug worden gezet waar ze horen. Ja. En dan kan iedereen sporten, andere dingen doen. Oké, Kaatje? Ja, ik heb één ding. Ik wil heel graag mijn moeders vandaag 81. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Mevrouw Bammers, zit hier in de gloria! Hoi. En dat ga ik vandaag 81 keer doen. Oh, mijn god. Dan daar gaan we weer. Dat. Okay. Iedere keer als ik ga zingen. Ik heb die handje. Voor jou. Ja, ik heb nog wel Karin. Ga je vandaag nog je pensioenpas gebruiken voor iets leuks? Nou ja, goeie. Oh. Oh. Ja, dan ga ik naar René kijken. Dat mag, zeg je. Ja, man.
Even een jammer. Iemand full body massage? Nee. Body to body. Happy ending. Body to body. Langzaam aan mijn leven. Maar. Ik zou heel graag een rugschouder, want mijn nek zit echt heel erg vast. En, mijn ook. Nou, lekker de pas gebruiken, Kaart. Oh, ja. Leuk hoor. Ik weet dat ook. Oké, dit is. Zij kan cool. Wauw, jij kan ook echt alles, hè? Ja, even roken en dan ga ik opruimen. Dus, als jij het niet, dan. Ja, ik wil ook roken. Zij het ook niet. Ik wil ook roken. Ik kan hele lichaam masseren. We gaan zo even Waar ga je me doen? Kom maar naar boven mijn bed. Wil jij met mij de containers daar niet? Bas! Rennen! Rennen, Bas! Oké, even lekker roken.